Het Stadsmuseum is coronaproof. En hoe voelt het nou om weer open te zijn? Ja, als museum voelt dat natuurlijk heerlijk, want we zijn er voor het publiek. Dat ze naar ons toe komen en dat ze genieten van de verhalen, het verleden, heden en de toekomst. In ons geval als Stadsmuseum Almelo. We hebben allerlei maatregelen doorgevoerd om natuurlijk coronaproof te zijn. En dat is, we hebben een vaste looproute. Nou, eigenlijk te beginnen, mensen moeten zich inderdaad online of telefonisch aanmelden. En opgeven dat ze niet ziek zijn. Dan inderdaad komen ze binnen, kunnen ze de handen desinfecteren. Ze mogen handschoenen aan als ze willen. Het toilet is ook inderdaad, en ook daar hebben we aanpassingen gedaan. Hè. Vroeger hadden we stoffen, textiel handdoekjes. Maar nu hebben we van papier handdoekjes. En we hebben een zeepdispenser, dat soort dingen hebben we inderdaad ook allemaal doorgevoerd. En verder ook, niet alleen maar voor de bezoekers natuurlijk, maar ook voor onze vrijwilligers in het museum, maar ook in werkruimtes. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie wanneer werkt en de afstanden tot elkaar houden. Er zijn natuurlijk schermen voor bij de kassa's, zodat inderdaad in verband met dat we ook onze vrijwilligers natuurlijk beschermen. En er is een vaste looproute. En we hebben overal op de grond strepen aangebracht, tape aangebracht, zodat mensen heel duidelijk kunnen zien dat ze anderhalve meter is. Vaste looproute, dus ze komen via de entree binnen, gaan lopen door het museum en ze gaan eigenlijk via de tuin, kunnen ze dan weer naar buiten.